Hallo Lolo. Ik uiteraard was ik weer mijn tas vergeten bij de verjaardag gisteravond. Dus ik heb die nu opgehaald. Nu gaan we even op de koffie bij vrienden. En daarna ga ik Olivia ophalen bij mijn ouders. Kijk, we hebben de babysitje erin zitten in plaats van de maxi-cosi. Dus dat was wat ik in de tussentijd heb gedaan. En nu ga ik jullie weer verder meenemen. Deze action, die is zo mooi. Die is echt groot en netjes. Echt leuk om even rond te skumen. Dus ik zal het even laten zien hoe het eruit ziet. Het is echt mooi. Kijk hoe groot deze is. Echt groot. Ik ben inmiddels bij mijn ouders. Mijn moeder en vader. Mijn vader is even mijn behangkunsten aan het terugkijken op stream. en ik dacht, pak even de camera bij om te laten zien wat ik heb gehaald. Olivia vindt het heel leuk om bij opa en oma met een telefoon te spelen. Dus ik dacht, deze Peppa Pig telefoon, die neem ik voor Olivia mee. En deze Glow in the Dark Speed Track, die heb ik voor Christian nog even gekocht. Die vond ik ook wel heel schattig. Dus die ga ik nu eventjes inpakken hier. De cadeautjes zitten daarin, in de kofferbak liggen. Een heel groot cadeau voor mijn schoonouders. En Olivia is al bij mijn schoonouders, dus nu gaan wij er ook heen. Pas het licht aan doen, ja? Oh. Ik ga koud zien, zoals een waterbak. Oeh. Zag ik dus uit. Oh, hij zat op het slot. Zal ik eerst het licht aan doen? Oeh. Oh, zo. Ik zie al wat, toch? Ik zie nog niks. Ik zie daar... Wat? Wie is... Doe maar. Zo. Ho. Oh, en hier in de grote? Ja, hier. Oh, die is denk ik iets te groot voor jou om te tillen. Jou! Wat zie ik hier ook allemaal, is ook allemaal dingetjes in zitten, joh. Kijk daar, daar is hij. Oh joh, ik zie hier ook wat staan, hè? Nee, dat is oh. Okay. Oh, je had hem wel even achteraf moeten lopen met filmen. Ja. Wat een cadeaus! Mensen, moet je weer zijn. Oh, ja. Maar, één cadeautje was het toch? Zo, overkrijgen. Ik wou zeggen, volgens mij zijn hier meer cadeautjes dan mensen. Van mij. Oh, je wordt alweer een lange avond. Hoe weet je dat? Papa, kijk eens, ik heb een eind op trekken. Ik hoop dat de vent is. Een babyvent. Zo, ja, dat vind ik wel mooi. Christian. Huf de voet. Ja. Christian. Kijk eens wat William heeft gehad. Voor opa en oma. Ik krijg eens af dan. Opa en oma, voor welke is deze? Ja, oma, daar hebben we een kaartje. Allebei. Wacht, oma komt eraan. Dat is een rolle cadeau. Zie je dat we goed kan uitpakken? Opa en oma, niet de afspraak, dat was alleen voor de kinderen. Ja. Oh, wat is dit dan? Een regeltuigen. Maar je kan ook een vis. Eventjes. Ja, ik ga het niet doen. Maar ik blijf niet plakken hoor, dus ik knip mij er wel af. Oh, het is heel donker. Even het lampje aan doen. Ik heb net het bed opgemaakt. We zijn al even thuis. Maar ik had een Chinees en dat Chinees viel bij mij helemaal niet goed. Ik moest alles er weer uitgooien aan de bovenkant. Dus ik voelde me helemaal niet lekker. Dus ik heb het helemaal niet meer gevlogd verder. Maar je hebt wel een beetje kunnen zien wat
Olivia heeft gekregen. Maar ik zal het later deze week nog wel ook in een vlog laten zien. Nu ga ik eventjes op de badkamer. Ja, ik sta nu in de slaapkamer. Ik ga even naar de badkamer en daar ga ik het adventkalender openen. Want het is al dag 4 van december. Dus ik mag 4 vakjes openmaken. Ik heb die adventkalender vorig jaar al gekregen. Toen heb ik hem niet gebruikt. Ik vergat hem steeds. Toen was ik zwanger, hè, jongens. Dus ik dacht, ik ga proberen hem nu wel te openen. Dus dat ga ik aan jullie laten zien. Hij is heel mooi. Hij is dus van Yves Rocher. Daar heb ik wel vaker spullen van. Een parfum is er ook van. Ik had dit jaar deze aan mijn moeder gegeven. Deze is dus van vorig jaar. Ja, die afzuiger staat altijd aan op de badkamer. Dus ik maak even 1, 2, 3, 4 haal ik er even uit. En dan laat ik zien wat erin zit. De eerste 4 dagen zijn open. De eerste was een masker. Een soothing foam masker. Dus die ga ik zo opdoen. Dan is dit voor in je haren. Om een meer sparkle te geven. Dit is body lotion. En dit is een gezichtsreiniger. Dus ik ga deze, ik ga ze eigenlijk allemaal even gebruiken, denk ik. En dan ga ik daarna slapen. Dus ik sluit hier al bij. Vast dit Sinterklaas weekend af. Morgen is het nog wel pakjesavond, maar waarschijnlijk ga ik niks doen. Ik wilde op stream doen, maar ja, Ryan komt ook langs voor de computer en het komt allemaal net niet lekker uit. Maar ik heb dinsdag, 6 december, wel iets heel leuks in petto, maar daar hoor je later wel. Nu ga ik eventjes een masker op doen. Hey, hallo schattenbuis. Ja, is jij wakker? Is jij wakker? Ja. Ga even op je rug liggen, dan kan mama je. Ja, zo. Had jij lekker geslapen, Liefie? Had jij lekker geslapen? Oh, kouvertjes. Kouvertjes. Oh. Oh. Dol op de camera. Jij had van de Sint een cadeautje gekregen bij de opvang. Oh. Nou, het is niet breekbaar volgens mij. Je bent moe, hè? Nou, we zitten nu even voetbal te kijken. Oh, de dame wil ook op camera. Oeh, kijk eens, camera. Camera. Ah, lach jij! Ja, lach ze ook echt, hè? Lach maar. Spannend. Kijk, en als het goed is. Oh, dat schroefje had eraf. Ja. Die moet eerst af. Ik film wel. Ik ben de cameravrouw. Ik weet alleen niet of het die zo klein ertussen zit. Jawel, ik denk wel dat het kan. Bijna. Handig ding wel. Ja. Ja, ik wilde gewoon boven een. Oké, dan moet ik hem er eerst uithalen. Ik denk dat menig PC-bouwer denkt, wat zijn dit voor beunhazen? Denk je niet?
Ja, die zeggen waarschijnlijk, doe je sigaren. Ik weet niet of dat uitmaakt. Oh namelijk. Ja. Ja, nou. Ik weet het niet. Het is toch te laat nu. Nee. Ik doe hem toch dus maar. Kijk maar even. Ja, ga jij maar even kijken wat dat is. Ja, interessant. Moet ik even bijschijnen? Ja. Het is ook echt wel een klein schroefje. Niet omvallen. Nou, de computer was helemaal gefixt van Ryan. Of ja, mijn computer die Ryan nu leent, zolang. Ja, ik hoef hem eigenlijk niet meer, maar mocht mijn eigen computer kapot gaan of zo. Of hij koopt een nieuwe, dan krijg ik hem terug. En het is nu 8:30. En ik wil dus eigenlijk een beetje erin houden om 9:00 naar bed te gaan. Dat gaat me nu niet lukken, want ik moet nog douchen en zo. En ik mag een nieuw vakje openmaken. Dus dat dacht ik. Oh, batterij is weer leeg. Dus ik doe die even openmaken. Be right back. Dat komt goed uit, want het is een shampoo en ik wilde net gaan douchen. Damage repair in the winter. Dus toppie. Tot morgen.